Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben er vandaag weer met SimCity met Ido. Hallo! En we zijn hier vandaag ik heb een beetje geruis horen erbij, want ik heb mijn microfoon nog aan. Dat zou kunnen. Maar ik ga weer verder met de stad waar ik de vorige keer ben gebleven. En ik krijg gelijk al de stortplaats van Moeras Rosemarijn wil best wat afval van Noord. Mag eiland op zich nemen. Hey, scheelt maar weer. Ik heb een idee wat ik eigenlijk ga doen in deze aflevering. Wat de fuck zijn die auto's allemaal aan het doen hier? Dat zijn allemaal vrachtwagens. Die gaan allemaal precies op één plek rondrijden. Wat? Ja, zo heeft iedereen zijn eigen hobby's. Oh, nu gaan ze weg. Njong. Nooit. Oh, ik krijg opeens verstopte leiding. Ja, dan moeten ze niet zo van schijten. Dat is misschien één ding. Mark, hoeveel geld heb jij? Bijna 50.000. Ik heb een vraagje aan jou. Oké, nu komt het. Ik wil graag gaan investeren in geld. Dus ga ik zo meteen wat geld van je lenen? Als ik het geld weer terug heb, betaal ik het terug. Mag ik eerst horen wat je plannen zijn? Geld gaan verdienen. Bedoel je dat bijvoorbeeld met processorfabrieken of zo? Nou, als ik het mee vergelijken, ja. Ja, want ik ben in ieder geval ook al een beetje begonnen met een olie- en ertsmijn. Voor. Als jij mij straks wat geld kunt geven. Ja, dat is goed. Eerst moet ik even mijn kliniekje even een beetje upgraden. Dan kan je zo meteen beginnen aan een recycletter. Ja, dan moet ik ook binnenkort maar eens mee gaan beginnen. Ja, maar we kunnen beter één persoon in de regio doen. Want anders krijg je problemen ermee. En moet de regio openbare voorzieningen hebben. Ja, die heb ik niet. Ik heb wel een ander gedeelte en dat is... Hoeveel inwoners heb jij? 3000. Oké, ik heb 468. Moet ik iets later begonnen? Ja, dat klopt. Laat ik eventjes iets van onderwijs. Of een hospitaal. Bouwen. Want ja, ik wil binnenkort dus gaan beginnen met Omega Coal, omdat ik nu ook ads en olie al uit de grond pomp. Mark is gewoon het ziek had overbouwen, dat is gewoon het enige probleem. Ja, vanwege mijn DLC natuurlijk. Maar ik stuur ze daar ook wel 50.000, of ja, wanneer we die afdeling hebben dan, laat ik maar zeggen. Ik heb nu 486 mensjes in mijn stad. Ja, ik heb er weer 5000, maar... Dus je zou het daar kunnen bouwen? Nee. Ik moet namelijk wachten tot de 15.000. Wat voor een regio heb jij gebouwd dan? Nou, ik heb de afdeling toerisme blijkbaar. Zo heb je dat alweer gedaan? Ik heb geen flauw idee eigenlijk meer. Dat is het gehele probleem. Oké, prachtig. Prachtig idee. Gewoon geen flauw idee hebben. Ja, vond ik ook al. Hoeveel potjes zout heeft het gekost? Nou, meer dan één. Ja, nee, dat begrijp ik. Oké, dat is wel een hele flauwe opmerking, maar... De wegen van de industrie zitten een beetje vol. Moet je leeg pompen. Ja, ik ga nog maar eens even een weg... Maken. Waar de wil is, is een weg. Onthoud het altijd. Dat zal maar eens een, dat zal maar eens een inspiratiequote zijn van Ido. Ziet is het trouwens ook. Prachtig toch? Zo, nu hebben ze twee uitgangen van het industriegebied. Oeh, mensen zoeken werk. Maar wat voor een ding gaan we eigenlijk bouwen bij de grote constructie? Ja, dat is een goeie. Wat hebben we eigenlijk nog nooit gebouwd? We hebben ooit een keer poging gedaan tot een archeologie, een internationaal vliegveld en een zonne-energiefabriek, maar nooit afgemaakt. En een space center hebben we wel een keer gebouwd. Ja, in een privé ding. Deelte. We zouden een archeologie kunnen maken. Daar hebben we natuurlijk wel veel arbeiders. Ja, het is een... Oh, ik heb al Jenny in mijn stad rondrijden. Officer Jenny.
een zonne-energiepark, dat zal natuurlijk ook wel chill zijn. Vanwege de elektriciteit. Wat hebben we allemaal voor nodig dan? 115.000 katten plastic, 600 ton legeringen. Op zich best wel goedkoop eigenlijk, die legeringen. En 45.000... Ja. Processoren. Ja. Processors. Ook best wel goedkoop eigenlijk. Hij is best wel goedkoop. Ja, vooral voor de elektriciteit. Daar krijgen we bijna veel gunst mee. We hoeven namelijk geen elektriciteitsgedeelte in ons stadje mee maken. Dat kan dus heel wat goeds opleveren. Kan. Jij hebt volgens mij een berg in je stad en een rivier. Klopt dat? Ja, ik heb nog wel een beetje water. Dus. Moet je vooral goede dijken maken, is een tip dat je mee kan geven. Was dat maar gewoon een functie om dat te doen in SimCity? Maar dat hebben ze helaas niet. Zijn er geen mods voor SimCity? Volgens mij. Ik heb 666 abonnees bij de stad. De duivel. De devil himself. Nou, nog even een aantal woonwijkjes neerplempen. SimCity, ik wil hier geen brug bouwen. Ik wil hier alleen een weg neer. Oké, voordat ik te veel ga doen, ik moet natuurlijk wel genoeg plek hebben voor een eventuele vliegveld. Hoe zou dat dan? Ja, later misschien. Jij betaalt het, niet ik. Ah, dan los ik dat wel weer op. Ik heb echt heel veel mensen, heel veel werknemers tekort. Hoeveel fabrieken heb jij? Volgens mij trekt echt alles jouw kant op. Dat zou kunnen. Zo ongeveer 50% van mijn inwoners trekt naar jou toe. En ik heb alleen maar meer mensen nodig. Slurp, slurp. Slurp, juicy. Wat? Maar ik denk ook niet echt dat ik meer industrie nodig heb. Gesloten werknemers gezocht. Onvoldoende ruimte tot voor een hogere dichtheid. Dat kan natuurlijk ook. Slush puppy. Waar zijn die kliko-wagens? Blijkbaar aan het begin van de aflevering had je blijkbaar wat naar mij toegestuurd. En alles zit weer vast, godsamme. It's happening again. God kan hier niks aan doen. Zit je nou serieus elektriciteit van mij in te kopen? Nee. Nou, volgens mij wel. Nee. Volgens mij wel. Kom je daar dan weer bij? Ja, aanbij, nou goed. Aanbijen, lekker kus eten. Ja. Zo, nu heb ik weer even genoeg stroom. Even kijken. Wanneer gaan mensen upgraden bij mij? Ik wil flatgebouwen hebben. Ik weet niet hoe, maar ik heb alweer 165.000. Hoe? Ido, help. Wat doe ik? Ik snap het niet. Nee, ik ook niet. Oh, ik kan mijn burgemeestershuis neerplempen. De VLC-flap staat. Ik ben jarig. Kom, laten we een alien-invasie gaan houden. Dat lijkt me geen goed idee. Waarom niet? Dat het me geen goed idee lijkt. Prachtig. Goed idee. Oh, ik plaats een gebedshuis naast een gebedshuis. Prachtig. Laat ik maar een casino gaan bouwen of zo. Ik heb nu al 200.000. What the fuck? Wat doe ik? Ik heb te veel geld. Misschien moet ik maar eens beginnen met de Omega Co.
Materialen heb ik er toch wel voor. Of ik ga eerst mijn olie en erts mijn even uitbreiden om nog meer eruit de grond te halen. Dat lijkt me beter. Ping, kom, ping. Anders heb ik later weer een probleem. Ik heb stadsspecialisatie. Oh, ik heb nog een lening openstaan. Afbetaald. Zo, mijn ertsmijn is nu op volle toeren aan het gaan. Wauw, gefeliciteerd. Ik heb geen elektriciteit meer. Hoezo niet? No more energy. Even wat ja-knikkers neerzetten. Die zeggen alleen maar nee. Ja. Het zal maar wat zijn. Zeggen ze zo van, ja, ik wil het. Nee, eigenlijk toch niet. Maar die heeft Trump toch ook? Wat heeft Trump hiermee te maken? Ah, nee, weet ik niet. Doe maar iets randoms. Je kunt geen weg plaatsen door gebouwen heen. Oh, echt? Nee, het is allemaal fake. Hoe ga ik nog meer efficiëntie hierbij toevoegen? Want precies op de ertspijn zit ook nog een hele stuk met olie. Of ik moet hem hierheen doen. Dat kan natuurlijk ook. Oh, dan moet dat maar. Dus misschien heb jij al een school? Ja. Ja, dan merk ik in mijn stad. Wat dan? Ik heb helemaal niks gedaan. Ik snap niet waar je het over hebt. Dus ik was een school geplaatst. Een basisschool. Je moet ergens bij de basis beginnen. Precies. Zo, mijn oliebron die gaat nu ook lekker over de toeren heen. Tekort aan water. Maatpakken uitverkocht na opening van nieuwe kantoorgebouwen. Nou, is dat waterprobleem maar eens even verhelpen. Oh, ik dacht ik een flat gebouw, maar toch niet. Even zien. Voor mij kijk ik mijn eerste flatgebouw. Zo'n idee heb ik. Dat kan. Misschien ook niet, misschien wel. Van 33 naar 50. Verlaten gebouwen. Onvoldoende vrachtafnemers. En een brand. Ja, ik heb een flatgebouw. Mooi. Heb jij al flatgebouwen? Alleen appartementsgebouwen. Maar komt nog wel. Ik heb een hogeschool ondertussen. Ik ga even een bibliotheek neerplempen als ik die nog niet heb. Oh, wacht, in die nieuwe woonwijk heb ik natuurlijk nog geen bushaltes voor mijn school neergezet. Dat kan. Hey, iemand is aan barbecuen thuis en dit gaat een beetje fout. Oh, hij is aan de babeknoeien. Lekker, 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 lekker. Ik heb geen stroom. Misschien moet ik even een betere dan een niet mogelijk park neerzetten. Ik heb gewoon geen ruimte om dat allemaal neer te kunnen zetten. Een park nu al vol zitten? Een park? Wat is een park? Ik zet wel de oliecentrale neer, joh. Het levert toch nog wel wat meer stroom op dan dit. Ik heb iets te veel afval. Er kunnen mensen tekort komen in mijn stad. Kom arbeiders tekort. Stad krijgt elektriciteit. Mooi. Waterwerk gesloten omdat er geen stroom is. Ja, van het RIP. Van het een krijg je het anders, of niet?
Ik krijg weer een nieuw flatgebouw volgens mij. Nice. Ik denk dat ik de volgende aflevering ga beginnen met de Omega Core. Lijkt me nog wel een goed idee. Ik krijg gewoon 6000 vaten per dag van de oliebron. En bijna 50 ton aan erts van de ertsmijn. Ik heb stroomtekort. Nou, je kunt nog wat inkopen van mij. Nee. Ik zet de windmolens. Tekort aan arbeiders. Ja. Hé, hey, een flatgebouw erbij. Ik moet een busstation plaatsen. Wat dan? Waarvoor is dat nou weer nodig? Er wordt een nieuwe molen in de stad gebouwd. Een Nederlandse molen? Jij dacht elektriciteit over, zei jij. Ik zie nog niks. Ik heb echt wel heel wat elektriciteit over. Ik kan alleen niks kopen bij jou. Moet eens even vuil met kolencentrale maken. Even zien. Waar gaat de wind ook alweer heen? Oh. Dan kan hier nog wel een woonwijkje komen. Onder constructie. Het is al appartementgebouw van de stad zal binnenkort gebouwd worden. Maar er zijn al appartementgebouwen. Dus wat van ons is het je nou weer te lullen? Ik heb zelfs een vet gebouw. Ja, dat kan. Jij dan? Nee, nee, dat toch niet, nee. Zo, dat is een grote... Boom. Nee, dat is een grote fabriek. Behalve, ik ga denk ik nu deze aflevering afsluiten. Wacht, wat is dit nou weer? Oh, de eerste pijn zit vol. Behalve, ik ga nu dus de aflevering afsluiten. Volgende aflevering ga ik dus de Omegacore bouwen. En een kerncentrale? Nee. Nou, jij mag dat doen, maar ik niet. Behalve, ik wat dacht je van nee? Behalve, ik hoop het leuk vonden. Geef like, abonneer kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.